je hoort het, op de Vogelenzangseweg hebben ze allemaal ook overlast van het verkeer. Het is gewoon echt ontploft. Voor corona was het nog lang niet zo druk. Het is echt, het is bij ons, het is gewoon niet normaal meer gewoon. Het lijkt wel of je aan een 80 kilometer weg woont, wat eigenlijk een doorgaande weg zou zijn. En dat zijn wij niet. De irritatie aan het verkeer speelt bij meer mensen in het dorp Vogelenzang. Een aantal van hen vroeg zich af of zij de enige waren. En besloot via een enquête in de brievenbus het hele dorp te ondervragen. Maar liefst 42% van de ontvangers nam de moeite om deze in te vullen. En gisteren werd onder grote belangstelling het resultaat bekendgemaakt. Nou, mensen zijn toch wel behoorlijk onder de indruk van de hoeveelheid auto's die hier rijden. De snelheid waarmee gereden wordt natuurlijk. Wat mag je hier? Je mag hier maximaal 30 in het dorp. En buiten het dorp hebben we... 30... Ik zie vrachtwagens en trekkers, mag dat ook? Trekkers mogen wel, ja. Vrachtwagens mogen hier niet rijden. Dus hij moet een boete krijgen? Alleen bestemmingsverkeer mag wel. Er staat inderdaad bij de Zonnebloemlaan een bord verboden voor vrachtwagens, behalve bestemmingsverkeer. Maar dat betekent dus juridisch dat iedereen erin mag rijden, want je hebt altijd een bestemming. Dan zou je dus het onderbordje bestemmingsverkeer eraf moeten halen. En dat is niet mogelijk? Nou ja, dat is wel mogelijk, maar dan... er werd al gezegd, er gaan meer dan 300 vrachtwagens doorheen. Maar dat betekent ook dus bijvoorbeeld mensen die hebben een verbouwing, dan komt er zo'n vrachtwagen langs. En het probleem is, het is een doorgaande provinciale weg, dus ja, daarom zit er ook vrachtverkeer op. Wij willen van de gemeente dat zij hun zorgplicht inwilligen. Of dat ze horen dat mensen hier zich zorgen maken, zowel over het geluid als over de veiligheid. Ik woon hier vanaf eind december. Ik had niet de indruk dat er zoveel verkeer was. Ze pakken vanaf de Vogelenzangstation. Daarna heb je nog een kleine drempel en dan geven ze gas. Maar het zijn ook hele zware auto's die gewoon niks hebben van die hele lage drempeltjes. In de spits is de verkeersdrukte hier ongeveer hetzelfde als in de binnenstad van Amsterdam. In de Wiebouwstraat, waar ik in Amsterdam vlakbij woonde. Ik denk dat als je uit het centrum van Amsterdam komt, dat je denkt, ik ga lekker rustig wonen. Ja, nee, natuurlijk had ik dat gedacht. Ik wist niet dat er zoveel spitsverkeer hier was. Want het is niet alleen in Vogelenzang, maar ook in Bennenbroek. Je hebt een waterbedeffect. Hè? Ik heb natuurlijk best met mijn collega's in Hillegom wel gevraagd, kan het niet via jullie? Ja, die zitten natuurlijk niet te wachten op vrachtwagens en motoren. Ja, er is natuurlijk jaren geleden, dat is lang geleden, ooit het idee geweest voor een rondweg. Om Vogelenzang, ja, dat wilde men niet en dat had natuurlijk alle reden, want dan ga je een weg maken dwars door een prachtig landschap heen. Hè? Ja, die oplossing die is er niet, dus we moeten het hebben van andere oplossingen, maar die zijn inderdaad niet zo 1, 2, 3 te realiseren.